even willen praten. Maar jij hebt je uitzending gelukkig goed doorstaan. Desalniettemin ben je nou betrokken bij de Invictus Games. Je gaat ook spreken deze week. Ja. Waarom? Wat is dat belang dan voor jou daarvan? Nou ja, voor mij persoonlijk is de cirkel rond. Ik bedoel, dag die ik u net schetste. Jonge man, die was dus echt allebei zijn benen kwijt. Nou ja, die hebben dus niet kunnen redden. Maar hoe mooi is het om die mannen en vrouwen terug te zien met beenprotheses, zonder armen. Ik heb alle variaties voorbij zien komen. Maar om die dan toch weer in de bloei van hun leven op deze manier weer terug te zien. En te zien wat ze hebben bereikt nadat ze zo enorm zwaar gewond zijn geraakt. En door het oog van de naald zijn gekropen. Ja. En ja, dat geeft mij echt wel voldoening voor mijn werk. En waarom ik doe wat ik doe voor die toppers die de poort uitgaan. Om ergens anders vrede en veiligheid te brengen. Ik zat het gisteren voor te bereiden, Rick. En mijn vrouw zegt, ja, misschien een domme vraag. Ik wist het ook niet. Dus het is geen domme vraag wellicht. Wat betekent Invictus eigenlijk? Invictus, onoverwinnelijk. Onoverwinnelijk, ja. Maar daar gaat het dus hier om. Hè, onoverwinnelijk ten top. Ik heb in 2017 heb ik een Engelse marinier drievoudig geamputeerd. Die heeft alleen, volgens mij had alleen nog zijn linkerarm. En die springt in het zwembad, het 50 meter bad in. En die finisht. Ja, als ik het erover heb, krijg ik weer kippenvel. Mm-hmm. Wat er ook dan gebeurt in zo'n stadion. Voor nummer 1 wordt hard geklapt en gejoeld. Maar als hij dan aantikte, ja, dan ging het dak eraf. Ja. Dan lagen de ruiten eruit, bij wijze van spreken. Zo'n geluid. Ja. We hebben nu dus in Den Haag 2 jaar op moeten wachten. Officieel zijn het de Invictus Games 2020. Maar goed, nu zijn ze er. Ja. Ik neem aan dat je gaat kijken. Ik neem aan dat je gaat aanmoedigen. Absoluut kijken, ja. En zijn er dan specifieke onderdelen waarvan je zegt, of mensen waarvan je zegt, die, daar moeten we op letten met z'n allen? Nou ja, ik ben altijd zwemmer geweest daar binnen de ploeg. Ik ga dinsdag zeker van plan om naar het zwemstadion te gaan. Ja, dan is een mooie dag. Het wordt veel gelukkiger uitgezonden. Maaike, waar heb jij je ogen op de komende week als je er bent? Op iedereen, denk ik. Ik vind het fantastisch om alle landen, alle spelers te zien. En daar waar ik tijd heb, ga ik zeker even naar de wedstrijden kijken. En uiteraard ook een heleboel collega's. Oude jongens, krentenboot. Komt natuurlijk van iedereen tegen. Dus dat is ook hartstikke leuk. Ja. Ja.